Nou, nu weten we hoe we een beeld kunnen maken bij een positieve lens. En dat gaan we nu nog een keer doen. Dus de hoofdas tekenen. De lens, plusje erbij, optisch middelpunt aangeven, brandpunten. F, F. En nou staat hier het voorwerp V. Laat ik even het punt van de pijl tekenen, zo. En dit onderkant noemen we dan V-accent. Nou weten we inderdaad de constructie lichtstralen, dus een lichtstraal loodrecht in, gaat door het brandpunt. Rechtdoor. En door het optisch middelpunt gaat ook rechtdoor. Zo. Zie je, wordt hij nu gefocust. Zo. We moeten de hoofdas nog iets verlengen. En nu staat hier natuurlijk, hè, loodrecht boven de hoofdas staat dan het beeld. B-accent. Of B-accent. Zo. Nou, we moeten even wat bijzondere maten noemen. Deze afstand, dat noem je de brandpuntsafstand. Je krijgt de kleine letter F mee. Deze afstand van het voorwerp tot aan de lens, dat noem je de voorwerpsafstand V. En deze afstand tot aan het beeld noem je dan ook B van de beeldsafstand. Dus F is brandpuntsafstand. V is voorwerpsafstand. En B is beeldafstand. Wat zien we nu eigenlijk? We zien hier dat het beeld inderdaad groter is dan het voorwerp. Dus we hebben hier, je ziet dat er een vergroting heeft plaatsgehad. En hoe groot is die vergroting nu? Nou, die wordt gewoon gedefinieerd als de lengte van het beeld gedeeld door de lengte van het voorwerp. Dus de vergroting n, of de lineaire vergroting, n is dan gedefinieerd als b, b-accent gedeeld door v, v-accent. Nou, moeten we even kijken, want die kunnen we ook anders nu gaan berekenen. Als we even naar deze twee driehoeken kijken, zo, dan zie je dat deze hoek en die hoek, dat zijn dezelfde hoeken. Dus dat betekent dat die driehoeken gelijkvormig zijn. En als driehoeken gelijkvormig zijn, dan zou ik dat even hierboven kunnen tekenen als een klein voorbeeldje. Zo, en ik teken hier nog een driehoekje in. Hier zie je twee driehoekjes, een grote en een kleine. Hebben dus dezelfde vorm. Maar deze lange kant van het grote driehoekje is 1/3 deel langer dan, of de helft, 50% langer moet je zeggen, dan deze. En deze lengte is ten opzichte van die, is ook 50% langer. Kun je ook in drie delen opdelen. Dus dat betekent dat als we dit bekijken, deze zijde is, staat tot die zijde, is als deze zijde staat tot deze zijde. Dus je kunt ook schrijven b gedeeld door v.